woestenij van de Millingerwaard wonen joekels van bomenverslinders. Volwassen bever eet gemiddeld 200, 250 kilo hout per jaar. Dat is behoorlijk wat. Ja, hier heb ik zo een voorbeeld. Zo'n tak die helemaal rondom geschild is. Je ziet hier nog een beetje schors van die wilg op zitten. En uit het eindeinde, ja, daar voel je echt gewoon hoe die tanden daar doorheen gegaan zijn. Dat was echt de bijtels, hier ook weer. En die knaagsporen, die vind je soms op bizar hoge plekken. Wel meters hoog. Ik begrijp me goed, die bever is niet zo groot dat hij hier van zit te knagen. Hij mag dan wel 1,30 meter zijn. Hij gaat nooit helemaal recht op zijn poten staan om dit om te knagen. Zeker niet hier, maar laat staan hierboven. En dat heeft natuurlijk gewoon te maken met het feit dat het soms hoogwater is, soms extreem laagwater. Afgelopen voorjaar was het water hier 5,5 meter hoger. Dus dan zitten we ergens daar in de boom.